Ajax, de club van oudspelers, bestaat ruim 20 jaar. Jaarlijks komen de sterren van wel eer nog regelmatig in actie, met als resultaat veel mooie doelpunten. Traditie is ook het gala-diner in januari, met natuurlijk Sjaak Zwart, Dick Schoenhaker en de gebroeders De Boer. De meeste mensen zijn hier met hun echtgenoten. Jij bent met je broer. Ja, dat is ook gezellig. Normaal gesproken neem ik wel mijn vrouw Helen mee, maar die had andere verplichtingen vandaag. Je bent ieder jaar in januari op deze avond aanwezig. Maakt niet uit wat voor wedstrijd er voor de boeg staat. Nee, maar ik vind het fantastisch om met Lucky Ajax aanwezig te zijn. We doen altijd samen heel veel die wedstrijden spelen natuurlijk. En het is altijd een fantastische sfeer. Ik begin ouder te worden en steeds sentimenteler. Ik ben dolblij als ik Dick Schoenhaker zie en Sjaki en Johnny Rep. Weet je, daarom, maar ook omdat het met het jaar beter wordt. Lucky Ajax heeft veel leden met vaak honderden wedstrijden in Ajax 1 achter hun naam. Maar dat wordt steeds zeldzamer in het huidige voetbal. De lat die nu op 100 punten ligt, gaat dan ook omlaag. De regel was eigenlijk heel simpel. Voor elk seizoen dat je betaald voetbal speelde, kreeg je 10 punten. En voor elke wedstrijd dat je in Ajax 1 speelde, kreeg je 1 punt. Dus je moest minimaal 100 punten hebben. Maar dat is in 92 gebeurd. En hoeveel punten heeft u? Ik weet het niet precies, maar meer dan voldoende. Een van de laatste aanwinsten van Lucky Ajax kwam vorig seizoen al vaak in actie. Moussampa! Oeh! Sta ik hier voor Will I Am? Ik heb van alles naar mijn hoofd gekregen. Die ook, ja, Will I Am, ja. Maar nee, het is nog altijd Kiki Moussampa, nieuwe Kiki, ja. Nu zoek je je tafel. Nu zoek ik de tafel, ja, want kan ik niet vinden. Het is allemaal black tie, zien er allemaal hetzelfde uit, hè. Dus ik denk, ik ga maar een witte tie doen. Want ja, wit is de nieuwe black, dacht ik. En black de nieuwe wit. Kan je me nog volgen? Kan je me nog volgen? Kiki, weer links buiten. Weer aan de zijkant, hè? Ik ben weer aan de tafel. En nadat iedereen zijn plek gevonden had, was het tijd voor een hapje, een dansje en een beetje amusement. Maar de show werd gestolen door niemand minder dan Jan Mulder. Als gast, dames en heren, in de Champions Lounge zit ik naast Sjaak Zwart op de tribune. Ik kijk naar de wedstrijd, Sjaak geeft het commentaar. Er komt een overtreding van een Ajax-ziet. Sjaak noemt de scheidsrechter hangjas. Ik kende dat woord niet en daarom sta ik hier. Ik wil een brevet van vermogen krijgen. Ik vond het trouwens wel een mooi woord, hangjas. Beter dan mantel of regenjas. Laat staan impermeabele. Wat ze in de jaren 50 nogal veel zeiden. Maar in 2013 niet meer natuurlijk. Zeker Sjaki niet. Die noemde scheids, ik citeer uit zijn vocabulaire, blinde graftak. Sjaak Zwart, dit vraagt om een reactie, hè? Waarop? Jan Mulder. Ja, het was heel goed, vond ik. Alleen, er waren ook een aantal teksten, die gebruik ik nooit. Dus dat waren Jansen teksten. Maar hij was boos dat ik gezegd had dat hij niet voor Ajax was. Maar ik blijf erbij. Hij is niet echt voor Ajax. Dus dat is mijn commentaar. Het lag in de bedoeling dat ik op termijn de op leeftijd komende wordende Sjaak Zwart zou vervangen. Nou, niks liever. Die klootzak. Sorry, hangzak. Heeft zijn tijd wel gehad. Gebbetje Sjaak. Maar behalve Gebbetje is het de keiharde realiteit en helemaal geen grap. Nu, 40 jaar later, speelt hij nog.
Jan Mulder, dit kwam uit het diepst van je hart? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik maak er dan een grapje van, maar eigenlijk ja, ontroerde ik mezelf. Nee, ja, ik maar dol, ja. Maar dat gebeurde echt, ja, dat raakte me zo. Jij bent niet voor Ajax. En ik, ja, en ik zeg dan soms wel eens dingen in mijn objectiviteit. Een overtreding van Ajax op iemand van Twente. Dat kon hij niet hebben. Maar ik dacht, ja, ik wil het toch recht zetten. En of je nou gelooft of niet, Sjaak, ik leg mijn ziel en zaligheid in het voordragen van mijn gedicht voor jou als levend symbool van Ajax. De kleuren rood en wit waarin ik mijn hart ook een beetje heb verpand. Hier komt het. Suikerbiet, ik wil je, ik ben verliefd. Suikerbiet, je bent zo mooi. Suikerbiet, zo wellustig. In je witte shirt en rode wortel. Suikerbiet, ik lus je met boter en suiker. Ja, het is een Gronings gedichtje. Mijn werk is ook in het Duits vertaald. Door Louis van Gaal. Dat klinkt. Hoog in die bergen, steed aan gereed, daar werden die meertjes elektrisch geneed. Dank u. Het is moeilijk om met Sjaak naar een voetbalwedstrijd van Ajax te kijken. Dat klinkt heel gek. Hij is blind van liefde, weet je wel. En ik kijk dan zo nu en dan ook nog wel naar het spel. Hij ook wel, maar hij draait alles in het voordeel van Ajax. En dat is prachtig. Maar soms, ja, dan moet je ook een klein beetje de eerlijkheid in. Maar het levert altijd wel weer even wrevel en dan omhelzing, vind ik. En met die omhelzing werd één ding nogmaals onderstreept. Lucky Ajax is één grote familie.